Op 25 juni was het de Summer Night Swing 2016. Kiwani Sittard organiseerde dit jaar wederom het benefietfeest voor leden, vrienden en bekenden. Summer Night Swing is een zomerfeest met live jazzmuziek van de Oak City Jazz Band en een luxe barbecue. Met het entreebedrag is ook een bijdrage inbegrepen voor Stichting We for Kids, om zo de kinderen die in armoede leven in de regio een leuke dag te bezorgen. Maar ook om deze doelgroep bij te springen op tal van andere manieren. We vroegen Roger Jaspers, president van de Kiwanis Club Sittard, wat Kiwanis Club Sittard allemaal doet. Kiwanis, dat is gewoon een serviceclub, daar hebben ze er meerdere van. Kiwanis is misschien het minst bekend, maar in principe is een serviceclub had als doel zowel vriendschap onderling, maar wel iets terug doen voor de maatschappij. En in de maatschappij in dit geval, we richten ons op de minder bedeelde kinderen in deze omgeving hier. Dus af en toe hebben we gewoon een fundraising evenement zoals vandaag, hoe we met ons vrienden bij elkaar zitten. En dan proberen we dan toch een beetje geld bij elkaar te creëren om in dit geval de kast te spekken, zodat dat geld geeft van We for Kids en die zorgen dan weer dat het op een goede plek voor de kinderen terecht kunt. En wie zit hier met We for Kids in aanraking gekomen? Wie is dat ontstaan? Het is ooit ontstaan door de samenwerking van diverse serviceclubs, Kiwanis, Lions, Rotary, etc. Om te kijken of we samen dingen kunnen doen. Regelgeving fiscaal wordt lastiger. Op deze manier kunnen we de mensen die willen geven, makkelijker fiscaal vrijheid kansen geven. En het creëren van een onafhankelijk stichting, los van één speciale Kiwani-groep. Veerzin wel, en dan mag ik ook eerlijk gezegd de meest actieve op dit moment. Verzoeken dus ook nog andere clubs die zich gebruik willen maken van dit vehikel. Wie kennen die clubs Eugvenje? We for Kids site, hè? Die hebben we gerustig. En dan was Kiwani Sittard. Beide kunnen ze ons benaderen en dan gaat het vanzelf goed komen. Dat is belangrijk. Wat gaat er vandaag gebeuren? Ja, vandaag hebben we gewoon onze jaarlijkse barbecue. Met het geld wat vandaag wordt ingezameld, wat gaat je daarmee doen? Ja, misschien gewoon om überhaupt te zeggen, dit is een gedeelte waar we geld moeten ophalen, maar we zijn op zoek naar meerdere doelen. Vandaag gaat het met name naar Stichting Leergeld, naar de speelgoedbank en speciaal naar onze grote activiteit die we voor een week of drie hebben, 9 juli niet liggen, voor 150 kansarme kinderen, noemen we het dan maar, of minder bedeelde kinderen, een feestdag organiseren in speeltuin Roets. En dan hebben we inmiddels meer dan 150 aanmeldingen en met ouders erbij komen om kleine 250, 300 man. Zoveel zijn er nog nooit al geweest. Dus dat is voor ons ook een uitdaging. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk kleinschalige projecten te doen, direct naar de doelgroep toe. Een kind wat kaal wordt, gepest werd op school, kost de moeder de pruik niet van betalen. We hebben gezorgd dat er een prachtige pruik op komt. Kinderen die met moesten naar een wedstrijd handballen, wat een ver weg wordt, wat niet ging. Nou, dat soort projecten zijn we eigenlijk meer op zoek naar de hele grote dingen. We vullen ook Stichting Leergeld aan, dat zijn de grotere projecten die we doen. Maar wat we eigenlijk zouden willen is ook wat meer kleinschalige projecten, om mensen te zeggen van veerzin, ik heb klein leid, laat je het dan maar zo zeggen, kind Geer toch gaat naar doen. Als we gewoon de cijfers mogen geloven en ook de kinderen die verzint, zijn er echt honderden en Sittard die daar behoefte aan hebben. En dat is natuurlijk een moeilijk probleem, daar loopt niet iedereen te koop mee. Terwijl we denken, nou, die kinderen die hebben net zo goed recht om een leuke jeugd te hebben. Ja goed, dat kennen van alle andere activiteiten die wie Harry net zag. Kijk, soms is het gewoon een kwestie van geld geven omdat dingen daar nodig voor is. In dit geval is het dat veer gewoon als enige doel hebben voor deze dag. Bezorg die kinderen een leuke, ongedwongen dag. Hoeven ze vrij kunnen spelen, kunnen eten, kunnen drinken. Gewoon geen complex, gewoon een leuke dag.